Good morning YouTube, yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben DeleteNL, oftewel Jeff. En vandaag heb ik voor jullie nog even een Black Ops 2. Maar ik ben het eerlijk gezegd wel een heel klein beetje zat. En waardoor komt het eigenlijk? Het is alleen maar snijpie, 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 snijpie. Je wordt er helemaal dol van, echt waar. Je wordt er echt helemaal dol van. En waarom? Ja, ik heb echt geen idee. Misschien is het gewoon van, we spelen tegen DeleteNL. Weet je wat, we gaan snel de sniper pakken. Ja, echt wat een bullshit, jongen. En die game ook, jongen. Zo direct merk je het ook gewoon. Zodra dat je gewoon ergens een hoekje omloopt, dan zie je hem één, dan zie je hem pop, zie je hem zo voor je spawnen. En wat de fuck gebeurt er nou allemaal? En wat hebben ze gedaan met die game, weet je? Ik vind het zo... MW3, ik heb me niet te herinneren dat het zo slecht was hoor. Echt niet, wat een drama. Maar goed, voor de rest, gisteren ook weer hebben we nog eventjes die nieuwe map packs gespeeld. Daar kom ik zo direct nog even op terug. Het was vrij speelbaar, maar toch, weet je, dan heb je toren van die snipers en zo. En ik denk, waarom moet jij het nou weer verpesten? Maar goed, daar kom ik zo direct nog eventjes op terug, want ik wil het nog eventjes gaan hebben over Xbox totaal. Ja, jullie zien het allemaal staan onderin natuurlijk al een paar weken. En Xbox totaal die doet ook een giveaways. En die giveaways, die geeft hij weg op, even kijken, dat was op Facebook en weet ik het allemaal. Maar op Facebook laatst achter, ik zal even het berichtje erbij halen. Even wachten, ja, daar komt, nou, komt die, nee, ja, komt nog steeds niet. Oh, ik moet het even anders doen. Ja, daar is hij. Het is me gelukt. Ja, elke maand geven zij dan gratis wat dingetjes weg. En nou hebben ze ook weer 4 winnaars. De eerste, dat is Daan KR. Hij heeft 800 Microsoft punten gewonnen. Mike Boulenis, weet ik het. Die heeft ook 800 Microsoft punten gewonnen. En dan hebben we John Nieland. En die heeft 1200 Microsoft punten. Nou, dat is helemaal mooi natuurlijk. Kan hij meteen, als het echt een Xbox-speler is, dan, en hij gebruikt, of tenminste hij speelt ook COD, dan kan hij meteen die map-app kopen, dus dat is helemaal super. En we hebben natuurlijk een YouTube-winnaar en dat is Roy G. Nee, Roy G. En ja, die heeft ook 800 Microsoft punten gewonnen en dankjewel, kan hij nou weer weg? Ja, daarom is hij weg, want dan zie je mijn skills niet natuurlijk. Nee, maar goed, dat is de winnaar, Roy. Dat is de winnaar op mijn channel natuurlijk. En ja, die heeft die 800 Microsoft punten gewonnen. Inmiddels heb je ze ook ontvangen. Xbox totaal geeft dat gewoon 1 keer in de maand. Doen ze dat of zo. Dan geven ze al die prijzen 1 keer weg. Dat is wel zo makkelijk. Dus het is niet zo van, nou ja, als je het nu wint, dat je het meteen nu hebt. Nee, dan kan het gewoon een paar weken duren nog. Totdat de maand om is. Want volgens mij doen ze het of begin van de maand of het einde van de maand. Ik weet het niet precies nog. Maar goed, daar komen we vanzelf achter. In ieder geval wil ik alle winnaars eventjes feliciteren met hun prijzen natuurlijk. Oké, gisteren toen hadden wij nog eventjes gelivestreamd. Nou ja, eventjes, het was een livestream van 4 uur. En ik moet zeggen, het ging op zich vrij aardig. Ik moest even inkomen, een aantal potjes. En ja, ik kreeg gewoon niet goed dood. En dat merk je ook nu aan deze gameplay. Dat is een gameplay van vanmiddag, begin van de avond zo'n beetje. En ja, het ging totaal niet, weet je. Die aim die is er op zich wel, maar ja, als je dan zoveel op die gasten moet schieten, dan ja, weet je, je moet er gewoon een clip in schieten voordat je ze eindelijk eens neer hebt. En ik heb zoiets van, waarom is dit, weet je, moet ik nou echt altijd maar hardcore domination spelen ofzo, of hoe zit het nou eigenlijk? Nou ja, blijkbaar wel. Maar goed, op zich was het allemaal heel leuk, leuke reacties gehad, iedereen bedankt nog daarvoor. Ik ga niet al die reacties nalezen, tenminste dat doe ik wel, maar ik ga ze niet allemaal beantwoorden. Wel eventjes van vanmiddag, de video van vanmiddag van Omen, natuurlijk Battlefield 3. Maar deze video ook, dat doe ik dan gewoon morgen. Maar ja, in de livestream doe ik het gewoon live, geef ik meteen antwoorden, weet je. En dan hoef ik ze niet daarna nog eens een keer te gaan beantwoorden, toch? Nou, dat dacht ik niet. Oké, er was ook een aantal keer ingeroepen, wat een kutbeeld, slecht, weet ik het allemaal. Nou, ik heb ook al een paar keer aangegeven, jongens, en dat is niet alleen deze stream geweest, maar het is ook een andere streams. Ik kan niet op Twitch kan ik niet streamen, want ik werd er gewoon constant uitgedonderd. En ja, ik had het even getest van tevoren gelukkig. En ja, tot 3 keer toe word ik eruit gegooid. Dan kan ik niet meer streamen en het legt echt gewoon aan Twitch zelf. Ik vind het erg vaag en erg jammer ook dat het zo is, want Twitch, dan kun je gewoon lekker op 720p streamen. Maar ik was het zo zat,
En toen heb ik vandaag ook weer eventjes mijn mail bekeken allemaal. En toen heb ik even gekeken wanneer ik nou precies had aangevraagd. Nou, dat was in, even kijken, januari, februari, maart, april. Ja, was april zo'n beetje geweest, eind april. En toen kreeg ik een mailtje terug van, beste Team Dief. Nou, het wordt allemaal weer geactiveerd. En dat kan wel 15 tot 20 werkdagen duren. Nou ja, oké, weet je, dan wacht je erop. Ik dacht dat het eerst een aantal, dat het eerst 8 weken was of zo. Maar goed, nu had ik even opgezocht en ik denk, weet je wat, ik ga hem nog een keer sturen. Dus ik vroeg aan Paul, van Paul, kan je me even helpen met dat Engels? Want ik kan dat Engels niet. Hij zei, Jeff, dat hebben we allemaal gezien, want wij proberen ook dingen, niet alleen Paul, maar Paul en, ja, gewoon de mensen die je kent, die proberen ook via RPM ook gewoon berichten te sturen. En dan proberen ze ook antwoord op te krijgen. En ze proberen ook dat ze gewoon 27 gaan streamen en weet ik het allemaal. Maar er wordt gewoon geen gehoor gegeven en het is een beetje vaag allemaal. Dus ja, we wachten het gewoon af. Ik heb dat bericht heb ik gewoon teruggestuurd. Ik heb hem gewoon 3 keer gestuurd, dus dan moeten ze het wel zien. En dan hoop ik eigenlijk dat het zeker deze week nog gebeurt. Dat ik dan gewoon op 27p kan live streamen, want dan is het niet meer blokkerig. Ja, voor de mensen die ik gisteren ook had gezegd van, jongens, loop niet zo te zeiken over dat beeld en zo. Ik kan er niks aan doen, weet je. En nou, in ieder geval, soms was ik een beetje bot. Sorry daarvoor, maar ik was het gewoon zat, weet je. Als iedereen constant me loopt te zeiken, het beeld is niet goed. Kijk, je moet gewoon blij zijn dat ik al kan livestreamen, weet je. Dat ik het alvast meteen alles kan laten zien aan jullie en dat soort dingen allemaal. Want dat is eigenlijk, was dat ook een beetje de achterliggende gedachte, weet je. Zodat jullie meteen alle maps kunnen zien. Niet dat ik ze één voor één hoef up te loaden en dat je dan gewoon moet wachten. Ook had ik een open lobby gehouden, mensen die gewoon mee wilden doen. Die konden gewoon lekker joinen en dat was ook allemaal geen probleem. Normaal gesproken zeg ik ook voor jongens opzouten niet joinen. En dit keer had ik zoiets, nou weet je, speel gewoon lekker mee op die nieuwe mappen. Het was gewoon erg leuk om te doen. Wat vind ik van de map voor degenen die het hebben gemist? Rus vind ik moi. Hij is op zich wel leuk, maar het is een beetje. Ja, ik weet het niet. Je kan ook heel snel vastgezet worden. En als je dan alleen speelt, is het echt zeer zuur. Want als je 10 maten hebt die al weinig doen, weet je, dan word je gewoon in de hoek gedrukt en dan ben je klaar. Uplink, nou, dat is de Summit natuurlijk van Black Ops 1. Ook wel grappige map natuurlijk. Ik vond hem altijd wel leuk. Dit keer is het niet in de winter, maar in de zomer. Dus ja, er is eigenlijk weinig aan veranderd. Wat hebben we nog meer op het eiland? Ik weet het zo even niet uit mijn hoofd. Erg leuke map. Ja, ze komen echt overal vandaan, constant uit je rug en zo. Ik raad ook aan gewoon als je met je teammaten speelt, speel gewoon lekker met UAV, want dan zie je tenminste die radar, mits ze geen ghost gebruiken natuurlijk. Ze kunnen wel ghost gebruiken, maar als ze dan lekker in een hoekje zitten te campen zoals Hero, dan zijn ze in ieder geval zichtbaar. Nou, hier zit natuurlijk te campen voor die doggies. Wat zou de honger? Maar goed. De gameplay zit er alweer bijna op. En, we hebben nog een map trouwens. Dat is natuurlijk de brug. Ik weet even niet zo uit mijn hoofd hoe die heet. Maar dat vond ik eigenlijk ook wel een hele leuke map. En het is ook wel goed te spelen op zich. Maar goed, nu zit de gameplay er echt op. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Voor degenen die die prijs hadden gewonnen. Jongens, allemaal gefeliciteerd. En ja, ik hoop dat jullie de volgende maand gewoon weer kans kunnen maken erop. Vergeet niet even een duimpje omhoog te geven en tot later. Ciao.